Goedemorgen, lieve mensen. Namens de kerkenraad van de gemeente Den Haag-West heet ik u allemaal van harte welkom in deze kerkdienst hier in de Bergkerk op 15 november. Dit welkom geldt natuurlijk ook voor iedereen die deze dienst via kerkomroep of internet en wellicht op een ander tijdstip met ons meebeleeft. Wij voelen ons met u verbonden. In deze dienst zal voorgaan dominee Olivier Elzeman. Het orgel wordt bespeeld door Warner Fokkens. De heer Grosheide zal de schriftlezingen doen en Teus van den Broek zal de dienst opnemen en op YouTube zetten. We zijn daar heel blij mee. Dominee Olivier Elzeman zal nu de kinderkaars aansteken. Mag je meenemen. En we wensen jullie een fijne kindernevendiensten. Wij zoeken onze hulp bij de Heer. Goede God, wij hebben waarschijnlijk in ons hart meegezongen. U heeft het eerste en het laatste woord. Deze woorden geven ons troost. Zij spreken ons vertrouwen uit in uw wijsheid. Wilt u ons helpen om deze woorden in ons dagelijks leven paraat te hebben? Wilt u onze geest openstellen voor uw goedheid en geef ons de rust om te luisteren naar uw woord. Amen. Psalm van de zondag is Psalm 146, vers 1, 4 en 5. Zing, mijn ziel. Tot uw Heere,
Zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere. Zing voor hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God. Aan wie hongert geeft hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, hij bevrijdt ze. Blinden geeft hij het gezicht. Hij geeft de gebukte moed en heeft lief wie zijn wil doet. Wees en weduwe en ontheemde doet hij wonen op zijn erf. Hij behoedt de weg der vreemden, maar leidt bozen in het verderf. Eeuwig koning is de Heer, Sion, zing uw God ter eer. Roepen wij de Heer aan om ontferming voor de nood in de wereld. Laat ons bidden. Goede God, hartverwarmend is uw naam. En groter dan wij kunnen vermoeden is de ruimte van uw hart. Langer dan wij durven dromen duurt uw trouw en is uw geduld met ons. U investeert al uw liefde in de toekomst van deze wereld en blijft uw mensen het krediet van uw genade schenken. Laat uw naam toch geheiligd worden in liefde en zorg en niet te grabbel gegooid in liefdeloosheid en onverschilligheid. Breng uw rijk toch nabij en sta niet toe dat wij mensen het blokkeren door te weigeren uw wil te doen. In plaats van vergeving en verzoening te zoeken, wordt uw wereld maar al te vaak vergiftigd door haat en nijd. En laten we ons maar al te vaak verleiden tot wraak en vergelding, die zoveel stuk maken, die zoveel kwaad doen. Goede God, uw hart gaat uit naar mensen, naar deze wereld. En daarom roepen wij u aan om ontferming. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Loven wij God en prijzen wij hem. Ere zij God in den hoge. En vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen. Thank you.
Voordat wij lezen uit de schriften, bidden we om de kracht van de geest. Goede God, herder van mensen, als u niet wilt dat wij verloren gaan, lever ons dan niet uit aan wat wij hebben aangericht. Maar spreek ons vrij door het woord van uw liefde en maak ons nieuw door de kracht van uw geest. Omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We luisteren naar de schriften. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het boek Ezechiël, Ezechiël 34, te beginnen bij vers 11. Dit zegt God de Heer: ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden uit alle plaatsen waarin ze zijn verdreven op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ik zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken. Maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God de Heer: ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Er volgt nu lied 1008 met recitatief en orgel. Rechter in het licht verheven, koning in uw majesteit, louter ons geringe leven, scheld ons onze schulden kwijt. Laat uw vleugelen ons omgeven, troost ons met uw tederheid. En hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe dieper wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt. Houd wat gij hebt ondernomen, klieve duister met uw zwaard. Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. Laat de vrede eindelijk komen, die uw hart voor ons bewaart.
Tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie naar Matteüs. Matteüs 25, te beginnen bij vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur, dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me niet op. Ik was naakt en jullie kleden me niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten me niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben we niet voor u gezorgd? En hij zal hen antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet hebben gedaan, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. En volgt nu met pianospel en recitatief lied 1007. Oh. Brood zal ik geven en water als wijn, een handvol genade om mens van te zijn. Kom van je verre en roept men je na, ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta. Is je beschutting verloren gegaan, in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. Teistert de koorts je met scheuten van vuur, ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. Ben je veroordeeld tot tralies en steen, ook dan laat ik merken, je bent niet alleen. Als eens de dood je zal hebben begroet, draag ik je in vrede, Gods licht tegemoet. Zo wil ik leven, eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn. Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus. Het oordeel, het laatste oordeel, daarover gaat het in de tekst van vandaag. De verwachting dat dat aanstaande was tijdens het leven van Matteüs volop aanwezig. Ook al heeft Matteüs er geen flauw idee van hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Hij tekent het in beelden, in bijbelse beelden die het onvoorstelbare en het onbegrijpelijke onder woorden proberen te brengen. Namelijk het geloof dat God aan het eind der tijden een oordeel zal uitspreken over ons leven en samenleven. De beelden buitelen over elkaar heen. De mensenzoon die komt in zijn heerlijkheid, leent hij van de profeet Daniël. De koning die een rechter is, komt uit Psalm 72. En het beeld van de rechter als herder die scheiding maakt tussen de schapen en de bokken, neemt hij over van de profeet Ezechiël. Overigens, die scheiding tussen schapen en bokken, of eigenlijk tussen schapen en geiten, ontleent hij aan de praktijk van alle dag. In Israël en het Midden-Oosten was het in die dagen heel gebruikelijk dat herders gemengde kudden van schapen en geiten hoeden. Maar 's avonds, als de beesten naar het nachtverblijf werden gedreven, vond er een scheiding plaats tussen schapen en geiten. De geiten staan binnen, want zij hebben warmte nodig en kunnen slecht tegen de nachtelijke kou. De schapen hebben buiten hun nachtverblijf, want zij hebben juist frisse lucht nodig. Zo is het beeld van de scheiding een beeld uit de dagelijkse praktijk van het leven van die dagen. Maar verder is het beeld dat Matteüs tekent pure verbeelding, pure fantasie. Matteüs heeft werkelijk geen flauw idee hoe of wat. Maar waar hij heilig van overtuigd is, waar hij heilig in gelooft, is dat het menselijk bestaan op een of andere manier geoordeeld zal worden. Dat het ertoe doet wat wij mensen doen of laten, dat dat er in Gods licht toe doet. Het oordeel maakt ons tot verantwoordelijke mensen. Mensen die verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten. Wij zijn aansprakelijk voor onze daden. Kuitert zegt: haal het gericht weg en wij mensen worden ontoerekeningsvatbare kinderen die geen weet hebben van schuld en boete. Het oordeel spreekt mensen juist op ons geweten aan. Adam, mens, waar ben je? Maar het oordeel mag nooit een middel zijn in de handen van de kerk. Het mag geen sanctie op de moraal van de kerk zijn. Geen zaak van de kerk.
maar het is en blijft altijd weer een zaak van God. Een zaak tussen God en mens. Helaas is de kerk maar al te vaak aan de haal gegaan met het oordeel. Het werd wel een middel in de handen van de kerk om mensen angst aan te jagen. Een moraal op te leggen, af te dwingen. En zo mensen in het gareel te houden, in de pas te laten lopen van wat de kerk vindt. Angst voor het oordeel. Lang heeft de kerk op die trom geslagen en kunstenaars gestimuleerd om dat laatste oordeel te verbeelden in al zijn verschrikking en angstaanjagendheid. En velen hebben dat gedaan. In de middeleeuwse kerken waren het anonieme kunstenaars, ambachtslieden, die de scheiding tussen de gezegenden en de vervloekten op het timpaan boven de toegangsdeuren van de kerken afbeelden. En later hebben mensen als Michelangelo, Jeroen Bos, Rogier van der Weijden, Lucas van Leiden enzovoort enzovoort het kleurrijk geschilderd. Verschrikkelijk mooi, maar het heeft talloze mensen bang gemaakt. Bang voor God, bang voor de dood en wat hen daarna te wachten staat. En in Requiem Missen werd het Dies Irae, de dag der wraken, een lied over de dag van het oordeel, uitgebreid en prachtig verklankt. Verschrikkelijk, mooi. Ja, de muziek verklankte de angst en de wanhoop op een heel intense manier. Je voelde het in je buik als je naar de muziek luistert. Door deze muziek werd het de achterblijvers nog eens ingepeperd. Hodie mihi, kras tibi, heden ik, morgen gij. En maar al te vaak verdween de God van liefde en genade achter de God van het oordeel. De angstaanjagende God van de toorn en de wraken. Gelukkig zijn we daar meer en meer van teruggekomen. En zien wij God toch vooral als redder en bevrijder, als herder en als gever van het goede. Tekenend daarvoor is dat de Rooms-Katholieke Kerk in de jaren 60 van de 20e eeuw het Dies Irae uit de liturgie van de Requiem mis schrapte. En in plaats daarvan kwam het lieflijke lied In Paradisum, met de woorden, mogen de engelen u leiden naar het paradijs. Dan zit je in een heel andere sfeer. En dat schrappen van het Dies Irae tekent onze moeite met de God van het oordeel. En zeker met een doodsangst aanjagende God. De Lutheraan Hans Mudde nam afscheid van die God en dichtte, God, geen noodlot met een streng en straf beleid. Geen supermacht die vrezen doet en beven. Maar zachte kracht, bedacht op louter leven. Die dagelijks nog licht van donker scheidt. Die slaven uit het slavenhuis bevrijdt. Om hun toekomst van zijn rijk te geven. Daarom gaat het God als rechter, als koning. En als herder, om leven, om licht, om bevrijding, om toekomst. Dat heeft hij ons in Jezus laten zien. In Jezus was in levende lijven Gods rechterhand. En hij heeft zich heel concreet en daadwerkelijk en onvermoeibaar ingezet voor die bevrijding van mensen uit ellende. Voor de verlossing van mensen uit onrecht. Voor redding van mensen uit het kwaad. En als rechterhand van God zet Jezus zich juist met name in voor de kwetsbaren en weerlozen. Voor de kleinen en geringen. Om juist hen leven en toekomst te geven. Een ten volle menswaardig bestaan. Hij wil er zijn voor hen. Hij is volstrekt solidair, ja, hij identificeert zich juist met die mensen, voor wie het leven vaak een hel is en geen hemel.
een straf en geen vreugde. Zo is hij de rechterhand van God. En maakt hij mensen duidelijk dat het God om leven, om licht, om bevrijding, om toekomst van mensen gaat. Zo maakt hij duidelijk dat het God om de humaniteit gaat. Het gaat in het leven dus niet om bezit en rijkdom, om macht en aanzien. Het gaat om mensen. Het gaat erom of we een medemens zijn. God dienen is tegelijk mensen dienen. Godsdienst is mensendienst. En zo bepaalt het beeld van het laatste oordeel ons bij onze verantwoordelijkheid als mens voor het leven en samenleven nu, vandaag en morgen en overmorgen. Jezus spreekt ons mensen op onze inzet voor de humaniteit aan, de universele humaniteit. En het beeld van het laatste oordeel hoeft geen angst op te roepen, maar roept ons geweten wakker en geeft ons zicht op wat ons te doen staat in leven en samenleven. En dan wijst de mensenzoon op ons op de kwetsbaren en weerlozen, op de kleinen en de geringen. En dan gaat het heel concreet om mensen die door hun situatie geen deel van leven hebben en aangewezen zijn op hulp. Zij zijn in het bijzonder onze menselijke verantwoordelijkheid. Jezus spreekt ons allen in Gods naam aan op hun leven. En hij noemt dan 6 groepen mensen voor wie het leven een hel is en geen hemel, een straf en geen vreugde. Jezus en God dienen is hen dienen. De hongerigen voeden. Honger is nog steeds een groot probleem. Wereldwijd sterven miljoenen van de honger. En in ons land zijn voedselbanken steeds meer nodig. Dorstigen te drinken geven, schoon drinkwater, is een wereldwijd groot probleem. Vreemdelingen opnemen, ja, hoe gastvrij zijn wij voor vreemdelingen en vluchtelingen? Hoe zorgen wij voor een menswaardige opvang, hier of elders? Hoe gaan wij om met name Oost-Europese arbeiders die hier werken in kassen, in de vleesindustrie en vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten wonen en slecht verdienen? Naakten kleden, hulp aan mensen voor wie het leven een harde strijd is om het naakt te bestaan. In ons land kun je dan denken aan al die mensen, gezinnen met kinderen, die door schulden het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. En naar zieken, naar zwakken omzien. Zowel medemenselijk in bezoeken als professioneel in de goede en voor iedereen beschikbare gezondheidszorg. Naar gevangenen toegaan, inzet voor een rechtvaardig proces en een menswaardige behandeling. Amnesty International, ruimte voor een terugkeer in de maatschappij. Denk maar aan de Exodushuizen die zich daarvoor inzetten. In de traditie van de kerk werd de inzet voor al deze groepen de werken van barmhartigheid genoemd. En aan de 6 werken die Matthäus noemde, werd in 1207 als 7e werk het begraven van de doden toegevoegd. Ook dat moet waardig gebeuren. Niet voor niets noemen we het ook wel de laatste eer aan iemand bewijzen. En 5 jaar geleden voegde paus Franciscus in het licht van de klimaatverandering en de milieuvervuiling als 8e werk van barmhartigheid de zorg voor de schepping. Zo bepaalt het beeld van het laatste oordeel ons bij ons leven vandaag, bij het leven van alle dag, en wijst het ons heel concreet op wat ons te doen staat. En dat natuurlijk in alle bescheidenheid en naar onze mogelijkheden en in onze situatie. God vraagt niet het onmogelijke van ons. Maar het is in het geloof te weinig om te zeggen
dat Jezus in je hart zit geborgen. Het komt erop aan Jezus buiten onszelf te ontdekken. In onze zorg en aandacht en inzet voor de kwetsbare mensen die wij op onze levensweg ontmoeten en die hun hoop op ons richten. Daar spreekt Jezus ons op aan. En dat is niet om bang van te worden. Het is juist een vreugde om mee te mogen doen met Jezus op weg naar Gods koninkrijk. Amen.
De bloemen deze zondag gaan naar mevrouw Hannie Poot en de heer Willemsen. De eerste collecte is een diaconale themacollecte en is bestemd voor Jong Transvaal, CQ Schilderswijk. Voor nadere toelichting verwijs ik u naar de wijkgroet. De tweede collecte is voor protestantse wijkgemeente Bergkerk. Verder maak ik u erop attent dat volgende week, zondag, geen dienst is met gemeenteleden. De dienst wordt alleen via livestream uitgezonden en is via YouTube te volgen. Dit is besloten omdat wij voorzien dat veel familieleden van de overledene deze dienst zou willen bijwonen. En dat samen met onze gemeenteleden zou dat kunnen uitkomen dat we mensen moeten afwijzen. Dat ze hier niet naar binnen mogen. Kijk, en dat willen we uiteraard voorkomen. Dus daarom is naar rijpe raad is besloten om het op deze manier te doen. Dus helaas, volgende week, het klinkt heel vervelend, maar is daar verder niemand welkom hier van de gemeenteleden. Terwijl ik het uitspreek, denk ik van, hoe kan ik het zeggen? Maar mensen, het is niet anders. Na orgelspel verlaten wij op aanwijzing van de koster de kerkruimte. En bij de uitgang zijn de collectezakken. Tot zover. Laat ons bidden. Goede God, wij danken u. In uw liefde investeert u in mensen. En blijft u ons roepen om metterdaad als verantwoordelijke en gewetensvolle mensen toe te leven naar de horizon van uw rijk. Door onderweg ook mensen mee te nemen en toekomst te geven in het spoor van Jezus, uw Zoon. Wij bidden u voor uw gemeente hier en voor uw kerk wereldwijd. Dat zij niet zichzelf zoekt, maar zich sterk maakt voor een leven u ter eer en de naaste tot heil. Dat zij haar kracht zoekt in dienstbaarheid. Dat uw liefde in haar hart geschreven staat. Dat uw barmhartigheid haar handen stuurt. Dat uw vrede haar voeten de weg wijst. Daarom bidden wij u, adem van God, vernieuw ons bestaan. Wij bidden u voor wie honger hebben en in armoede leven, dat er mensen zijn die het brood met hen delen. Wij bidden u voor wie dorsten naar gerechtigheid, dat er mensen zijn die hen recht doen. Wij bidden u voor wie het leven een strijd is om het naakte bestaan, dat er mensen zijn die hen uitzicht geven op een toekomst. Wij bidden u voor vreemdelingen, dat er mensen zijn die hen ontvangen en een plek geven. Daarom bidden wij u, adem van God, vernieuw ons bestaan. Wij bidden u voor gevangenen, dat zij een eerlijk proces krijgen en menswaardig worden behandeld. Wij bidden u voor de zieken en voor wie de zieken omringen. Ouders, kinderen, kinderen, ouders. Dat zij zich gesteund en gedragen weten door de liefde en zorg van mensen. Wij bidden u voor de stervenden, dat zij troost vinden in uw liefde en trouw. En wij denken vandaag in het bijzonder aan ons gemeentelid Dini Koek, die is opgenomen in een hospice en leeft
met de dood voor ogen. Wij bidden u voor al die kleine, breekbare en kwetsbare mensen, dat zij gezien worden en gehoor vinden. Laat het een vreugde zijn u daarin te dienen, omwille van Jezus de Mensenzoon, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Daarom bidden wij u, voor God, vernieuw ons bestaan. Dat alles bidden wij u. En er is nog zoveel meer dat opkomt in ons hart. Wij leggen het in stilte aan u voor. Daarom bidden wij u, adem van God, vernieuw ons bestaan. En bidden wij samen het gebed dat uw Zoon ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Lied 973. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen wie zijn thuis verloor. Halleluja. Om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet, wie dorst of honger wordt getroost, gevoed. Halleluja. Om voor elkaar te zijn uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond. Halleluja. Roept u ons, Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, uw liefde, hoop, geloof, uw zonneschijn. Halleluja. Gaan wij dan allen heen in vrede. Gaan wij dan allen heen in vrede en ontvangen wij de zegen van de Heer om tot zegen te zijn. De genade van Jezus Christus onze Heer en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.